Breda Nu. Je weet het meteen. Van 1 tot en met 4 september vinden in Breda de jaarlijkse Red Hair Days plaats. Roodharigen uit meer dan 80 verschillende landen komen onder andere op zaterdag samen op het Kasteelplein tijdens een foodtruck festival met verschillende optredens. What's a typical food for someone with red hair? No tomatoes. Because? They hate tomatoes. You hate tomatoes, but you're not red. No, I'm a father of two reds. Yes. And how is it possible that you're not having red hair? I bring the temperament and my wife the hair color. Wat is nu het lievelingseten van een roodharige? De kapsalon kip is vandaag heel hard gegaan. Waarom? Is het specifiek iets roodharigs? Geen idee. Het moet gewoon lekker zijn. Iets met kapsalon, dat is een rood haar. Dat... Hoort erbij, denk ik, hè. Dus, ja, ze dus willen het wel lekker, dus het ging gewoon goed. De een die altijd en ze zeggen het door. Ja, beter kan je niet hebben, toch? Ja, nou ja, ik, vorig jaar liep alles een beetje in de soep. Was mede doordat een externe partij het Kasteelplein zou faciliteren. En op het laatste moment, waar ik 6 weken van tevoren zich terugtrokken. Waardoor wij het zelf toch moesten doen. Maar ja, in 6 weken is er niet heel veel bewerkstelligen. Dus ik heb toen gezegd van nou, dat moet anders, dat wil ik anders. En de organisatie van de Red Days is eigenlijk zo fijn. Op het moment dat je zegt van nou weet je, ik zou dit of dat willen doen, dan krijg je die vrijheid om te doen. En maar de dag voor roodharigen, is het nu is het nog nodig om iets voor roodharigen te organiseren of is het puur gewoon leuk? Ik vind het vooral leuk. Of het echt nodig is, weet ik niet, maar ik vind het vooral leuk. Ja. Dat je er ook nog wel altijd hoorde dat er roodharigen gepest worden en weet ik het wat, is dat over? Nou, ik heb de laatste jaren eigenlijk nooit meer last van gehad. In mijn jeugd, als toen ik kind was, wel eens. Maar nu de laatste jaren eigenlijk nooit meer. Wat maakt het leven als roodharige nou zo speciaal? Je zit in een uitzonderlijke positie, er zijn er bijna geen andere rooien. En wat maakt het speciaal? Goeie vraag. Voordelen of zo? Over het algemeen, roodharigen kunnen wat beter tegen alcohol, maar hebben daar het nadeel dat ze ook meer narcose nodig hebben wanneer ze onder het mes gaan. Maar andere voordelen, ja, je valt op. Je bent altijd makkelijk te spotten, dus dat is, ja. Behalve vandaag? Nou, ik moet zeggen, als ik ga staan, ben ik alsnog wel ben ik nog wel redelijk te spotten. Ja. Je valt op, je valt op. Ja. Nu zien we op de Roodhagendag ook heel veel, zeg maar 50 tinten rood. Ja, dat zou goed kunnen kloppen. Daar heb ik wel wat van. Val jij nu ook in de categorie rood of meer een blond? Nou, ik kom net terug van vakantie, dus het rood is er wel een beetje vanaf. Dat krijg je met de zon, dat is het probleem, hè. Anders was het wel oranje geweest. Vroeger wel, dat wel, ja. Ja, en wat maakt voor jou zo'n dag nou speciaal? Nou, ik ben hier eigenlijk een soort van bij toeval, moet ik eerlijk zeggen. Want ik wist er zelf ook helemaal niet vanaf. Dus, maar ja, toen werd ik uitgenodigd om erheen te gaan. Dus ik denk, ik ga maar gewoon. Ik vind het eigenlijk wel leuk om een keertje te zien. So I wrote down. I was younger then. Take me back to when I found my heart and broke it. Breda Nu. Je weet het meteen.